In het Red Star Line Museum loopt momenteel de expo Heimwee, tussen troost en trots. Wij hebben hier een nieuwe expo in ons museum over Heimwee. Ik sta hier tussen 9 nieuwe kunstwerken van 9 opkomende kunstenaars die eigenlijk gedurende 1 jaar een coachingstraject hebben gevolgd in samenwerking met de Artechok, met Melika Bouaissa als curator van de kunsttentoonstelling. En wij hopen dat die werken eigenlijk mensen gaan inspireren om ook over hun eigen Heimwee na te denken, te mijmeren. Herinneringen op te halen. Want in het midden van de expo is er een grote workshopruimte, een grote heimweekkast, waar dat wij eigenlijk mensen uitnodigen om eigenlijk, hun eigen heimwee tastbaar te maken. Want heimwee, dat zijn geuren, kleuren, smaken. En wij willen graag mensen daar rond inspireren en ruimte geven vooral, om eventjes daar rond stil te staan. Het zijn kunstenaars die allemaal een speciale band hebben met het thema heimwee. Ze komen ook uit verschillende windstreken. Heimwee heeft zoveel facetten. Het kan gaan over een plek, een geur, een smaak. Dus elk van hen hebben daar geprobeerd woorden en beelden aan te geven. Ik maak altijd het onderscheid tussen nostalgie en heimwee. Ik vind bij nostalgie dat heeft meer zo'n positief gevoel van vroeger was het beter en het was leuker en je kijkt eigenlijk een beetje door een rooskleurige bril naar vroeger. Terwijl Heimwee, er is iets dat er niet meer is en het doet pijn dat het er niet meer is. En in mijn persoonlijk verhaal maak ik letterlijk en figuurlijk een reis naar Marokko om mijn oma's graf te bezoeken en om eigenlijk de Heimwee te genezen, zeg maar. Door mezelf in confrontatie te laten gaan met dat verdriet, met dat vernis. Het was voor mij zo diep gaan zoeken in mezelf. Wat is dat, heimwee? Wat doet dat met mezelf? En dat was, de enige dat ik kan zeggen is dat dat wel een heel eerlijk proces is geweest. En ja, het resultaat zit hem daar. En kijk, we zijn tevreden. Deze tentoonstelling is gratis tot 3 september. We hebben familiezondagen, we hebben workshops, we hebben nocturnes. We doen mee aan museumnacht. Dus het is voor ons als museum ook heel belangrijk om in dit project eigenlijk ruimte te geven aan die heimwee. Omdat wij merken, zeker voor mensen in migratiecontext, als zij ons museum bezoeken, de verhalen van vroeger, van de landverhuizers, hebben ook te maken met vandaag. De verhalen van hoop, van angst. En wij willen heel graag ook die heimwee hier dan tastbaar maken.